Er komt een einde aan 40 jaar koffie, pannenkoeken, ijs en banket. Frans Vonk stopt ermee. Deze week bakt hij zijn laatste pannenkoeken. Candy? Maar het gaat ook wel eens fout. Je hebt toch wel één miskleun in de week, hoor. Dat weet ik niet. Weet je, ben je met andere dingen bezig? Dan denk je, oh, die laat ik wel even gaan. En dan gaat het precies fout. Nee, dat komt ook hoofdzakelijk. Eigenlijk dat je niet je eigen niet de hele tijd concentreert op pannenkoekenbakken. Je doet ook hele andere dingen tussendoor. En het voorkomen van debakels, daar moet je opletten. Kijk. Zie je, dan gaat het niet fout. Oké. Placement. De klanten zullen de zaak gaan missen. Want zo lekker als je hier je pannenkoeken eet en je poffertjes, dat heb je gewoon nergens. En het is heel gezellig hier. Elke mesluizer die kent dit wel, ja. Hij was heerlijk. Hij wordt hier met de hand zeg maar gebakken en met liefde. Ja, het is heerlijk. Nu is het weer wat minder goed, maar zodra het zonnetje schijnt, zit je lekker buiten op de boot. Met poffertjes, met pannenkoeken en andere lekkere tosti en drankje erbij. In het begin stonden de mensen zo voor de raam te kijken wat hier te doen was. Op een gegeven moment dorsten ze wel de stap te nemen om koffie te drinken buiten het huis. Maar dat deden we in de stad en niet in mijn sluis. Eerst hebben we de winter doorgezet. Maar op een gegeven moment kwam de zomer en dan kwamen ze terug op het Italiaanse ijs. En toen ging het vanzelf op een gegeven moment draaien. En dan die laatste dag. Nou, ik denk een beetje emotioneel, maar dat geeft niet. En ontzettend. En ik denk dat iedereen mijn hand kon geven, maar daarvoor geven we ook een borreltje weg. De aanstaande dinsdag. Van 5:30 tot de uur of 8:30. Om iedereen toch de hand te drukken en te bedanken voor het vertrouwen. En het plezier dat we elkaar gehad hebben.